Ik denk dat we nu allemaal wel merken dat onze huid weer droger wordt. Het heeft alles te maken met de kou. Dan wordt het net zo droog als een kurk. Super simpel. Dit zijn gewoon even huistuin- en keukentips. In de zomer gebruik ik hele andere producten als in de winter. Hallo, hallo. Welkom bij een nieuwe skin video. Ik heb een beetje rode wangetjes, jongens. Want wij hebben net een meeting gehad. En ik kom helemaal oververhit uit die meeting. Van al het sparren en ideeën. Maar, skin video, die gaan we vandaag lekker samen opnemen. Ik met jullie. We gaan het hebben vandaag over de kou in je huid. Een soort van winter, herfst, of herfst, winterdipje met je huid. Want ik denk dat we nu allemaal wel merken dat onze huid weer droger wordt, trekkeriger wordt. en dat je gewoon merkt dat je huid aan het veranderen is tijdens de koude winterfase. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Ik rijd nu heel even langs de praktijk, want ik heb heel even wat nodig om het jullie allemaal te gaan uitleggen. Dus ik neem jullie mee in deze video. Veel plezier met kijken! Zo, daar zijn we weer. We gaan heel eventjes naar Backoffice, de webshop, om het even op te halen. Nou, ik heb lekker even een kopje thee gezet. Ik heb lekker de kaarsjes aangezet, want het is alweer in de namiddag. En het is zo koud buiten, jongens. Oh, nou, jullie merken het vast zelf ook. Maar het is zo ontiegelijk koud. Het is, ik moet echt alweer naar een winterjas gaan kijken, want ik heb nu die Josh V jas. Maar het is eigenlijk een beetje te koud al, voor nu. Maar goed, dat brengt me meteen tot het volgende onderwerp, want als je thuis komt of 's ochtends wakker wordt, dat is eigenlijk het eerste wat je doet, die verwarming aanzetten. Want ook in huis is het gewoon alweer verwarmingstijd. En zijn dit alweer de eerste dagen, als jullie dit zien zijn we alweer wat dagen verder natuurlijk. Maar voor mij zijn dit nu de eerste dagen dat ik de verwarming weer aan heb. En dat het weer een beetje huiselijk wordt. Ik hou er wel van hoor, lekker de kaarsjes aan. Maar goed, dat brengt natuurlijk wel de nodige probleempjes soms met zich mee, met je handen. En dan heb ik het niet alleen over dit stukje huid, maar ook bijvoorbeeld je handen, die in eerste instantie meteen met het koude weer zo droog worden. En eigenlijk wil ik jullie gaan uitleggen hoe dat komt. Want vaak denken we, hoe kan het nou? Mijn huid is in ene aan het veranderen. Of hij wordt in ene heel droog. Of hij wordt trekkerig. Of je merkt dat je velletjes krijgt. Het kan zelfs zo in sommige vormen zijn dat je in ene merkt dat je meer talgproductie gaat aanmaken. Dus dat je in ene allemaal kleine rare pukkeltjes krijgt. Of dat je acne in ene weer heel actief wordt. Nou, dat heeft alles te maken met de kou. Maar vooral in combinatie met de verwarming die we overal maar aan hebben. Denk aan de verwarming thuis. Denk aan de verwarming op je werk. Maar ook bijvoorbeeld als je in de auto komt, het eerste wat je doet, of in OV, is dat die verwarming zo hoog staat om die kou van buiten meteen weg te krijgen. Dat speelt wel allemaal mee, waardoor je huid dus in deze periode vaak een beetje van slag raakt en moeite heeft om weer in balans te komen. Nou, wat gebeurt er als we dus massaal met z'n allen de verwarming gaan aanzetten en wat heeft dat voor invloed op je huid? In principe, als je er goed mee omgaat, dan moet er gewoon niks aan de hand zijn. Alleen moet je wel weten wat je moet doen om het een beetje in balans te houden. Het is niet makkelijk, maar ik ga jullie daarbij helpen. Wat normaal sowieso is dat het moment dat je natuurlijk geen verwarming aan hebt, is dat het meestal in huis je een luchtvochtigheid hebt. En die luchtvochtigheid die moet tussen de 50 en 60 zitten voor een gezonde leefsituatie. Denk aan bijvoorbeeld je luchtwegen, je slijmvliezen. Gewoon ook echt voor je gezondheid van je lichaam en je luchtwegen is het heel goed dat de luchtvochtigheid altijd tussen de 50 en 60 switcht. Maar er is onderzocht dat op het moment dat jij de verwarming thuis aan hebt en jij doet verder niks anders eraan en je hebt alleen de verwarming thuis aan, dat de luchtvochtigheid daalt tot onder de 30%. En dat is gewoon echt te laag voor één, je gezondheid. Je weet het wel eens, hè? Het is denk ik allemaal ons wel eens overkomen, dat 's nachts dan die verwarming aanschiet. En dat je dan de verwarming in je kamer bijvoorbeeld heel hoog open had gedraaid. En dan tijdens je slaap die verwarming aangaat en dan word je 's ochtends wakker. En dan heb je helemaal zo'n
zo'n droge mond. Weet je, ik denk dat, tenminste, ik heb het wel eens meegemaakt. Misschien jullie ook wel eens. Nou, dat is dus die luchtvochtigheid. Dat het zo droog wordt dat eigenlijk alles uitdroogt. Maar dat gebeurt dus ook met je huid. In eerste instantie, het is jammer dat ik dat stukje huid er niet bij heb nu. Maar even die inbeelding van dat stukje huid. Misschien kan Sinem, de editor, een stukje huid hier laten zien. In het bovenste gedeelte van je huid verdampt letterlijk het vocht in je huid. Dus bedenk dat als ik nu een glas water op de verwarming zou zetten, dan zou binnen een halve dag de helft van het glas verdampt zijn door de warmte. Maar dat gebeurt dus ook in je huid. Ons lichaam, maar ook onze huid, die bestaat voor 80% uit water. Heel raar idee, maar we bestaan dus voor 80% uit water. En je kan je voorstellen dat als de luchtvochtigheid onder die 30 komt en het dus gaat verdampen, dan gaat dat vocht in de buitenste huidlaag, dus helemaal boven in die huid, gaat dat dus, ja, echt net als dat glas water op die verwarming, verdampen. Wat er met het vocht in de onderliggende huid, dus vanaf die tussenliggende laag tot die onderlaag gebeurt, is dat het vocht naar binnen gaat trekken om zichzelf een soort van te beschermen. Want we moeten vocht houden in die huid, dat hebben we nodig, dat is zo gemaakt. Dus dat trekt helemaal terug. Maar je kan je voorstellen, als de bovenste huidlaag verdampt en de onderste huidlaag zich terug gaat trekken, dan wordt het net zo droog als een kurk. Dan heb je helemaal geen vocht meer. Nou, er zijn een paar tips die je van mij mee kan krijgen om daar dus wat aan te doen. Zowel een huiselijke tip als iets wat je zelf met je huid kan doen, waardoor dat beter gaat. Dus ik ga jullie dat nu laten zien. Eerst even een slokje thee hoor, want ik zit weer zo te kletsen dat ik ook niet drink. Drinken is trouwens dus ook heel belangrijk, hè. Niet zozeer echt voor je huid, want vocht. Ik had daar laatst toevallig een vraag over gesteld in de stories. Van, denk je dat veel water helpt om je huid te hydrateren? En 99% die antwoordde ja. Nou is het dus zo dat vocht drinken zeker bijhelpt aan het hydrateren van je lichaam. Maar voordat dat bij je huid komt, dat is vrijwel onmogelijk om je huid gehydrateerd te drinken, als het ware. Dus dat kan niet. En nog een tip, er bestaat geen vochtinbrengende crèmes. Dus als er ooit een crème op de markt komt, en die zijn er heel veel, waarvan beloofd wordt vochtinbrengend, nou, dat bestaat dus niet. Ik drink snel even mijn thee op en dan ga ik jullie laten zien wat ik dus doe met de verwarming om de luchtvochtigheid wat hoger te houden in huis. Nou, wij hebben hier in de woonkamer hebben we eigenlijk alleen vloerverwarming. We hebben dus nergens verder een radiator staan, ook verder niet in de hal. Dus dit is allemaal vloerverwarming. Maar dat neemt niet weg dat je dus met vloerverwarming ook te maken hebt met die luchtvochtigheid. Jullie kennen het denk ik wel van vroeger. En misschien hebben mensen het nu ook thuis hoor. Maar ik zag het vroeger altijd bij mijn oma en mijn ouders, die hadden het ook in huis. Die hadden aan de radiator zo'n elementje waar dan water in zat. Nou, vroeger wist ik nooit waar dat voor was. Maar dat is dus voor die luchtvochtigheid. Dus als je een radiator hebt, dan kan je dus van die elementjes eraan hangen. Nou moet ik zeggen, ik heb boven radiatoren, maar heb ik geen elementen aan hangen. Maar ik ga dus laten zien hoe ik het wel doe. Want, super simpel. Je kan een klein glaasje met water, kan je dus ergens in de woonkamer neerzetten. Nou, ik heb natuurlijk twee kleine kindjes. Dus dat betekent dat die, als die een glas water zien of een emmertje met water, dan gaan ze er geheid mee spelen. Dus ik verstop ze altijd. Dus de plekken waar ik ze neerzet in de woonkamer, dat zijn, neem jullie heel even mee, helemaal daar achter in de hoek bij de gordijnen. Ik denk niet dat ik het samen met jullie kan doen, want ik moet maar helemaal daar in de hoek op de grond. En ik doe hem hier onder de kast neerzetten. Daar zet ik dan van die kleine glazen schaaltjes. En die daar refresh ik ongeveer één keer in de twee dagen. En dat zorgt er dus voor dat dat vocht daar in dat glaasje gaat verdampen. En dat verdampen, dat helpt in ieder geval alweer een klein beetje bij aan die lucht. Vochtigheid. Je hebt er trouwens ook apparatuur voor, hè? Maar dit zijn gewoon even huistuin- en keukentips. Dan hebben we hierboven in de slaapkamer wel echt een radiator. En daar zet ik het schaaltje dan zo neer. Ja, ik moet het altijd eventjes goed in balans zetten. Er komt toch verder niemand aan. En dan staat er hier op de radiator ook gewoon een glas. En dat doe ik dus bij de kinderkamers ook. Alleen dat doe ik dan alleen 's nachts.
Zodat ze er dus niet mee gaan spelen. Maar hierdoor verdampt het dus. Ik kan niet nu een testje met je doen, maar geloof me, over 2 dagen is dit helemaal verdampt. Opgebrand wilde ik zeggen, maar ik bedoelde verdampt. Nou, ik ga jullie nu lekker mee de badkamer innemen. En dan ga ik jullie laten zien wat ik met mijn huid doe om die balans dus goed te vinden. En hoe ik mijn winterroutine aanpas. Want in de zomer gebruik ik hele andere producten als in de winter. Nou, jullie zagen net dat ik natuurlijk 2 producten mee uit de praktijk had gehaald. Omdat ik 1 alleen in de winter deze gebruik. En de ander dacht ik dat ik daar doorheen was. Maar ik heb gelukkig nog een beetje erin zitten. Dus dan kan deze nog even in de voorraad la. Ik heb hier een mandje met allerlei producten. En elke keer pak ik daaruit wat ik nodig heb. En wat er op dat moment speelt met mijn huid. En wat er op dat moment aan de hand is. Nou, allereerste tip voor thuis, als je dus wat van buitenaf aan de balans wil doen en de hydratatie in je huid, dat is lekker meer maskers gaan gebruiken in de winter. Nou, zelf gebruik ik deze altijd in de winter. Dat is de Vital C van Image. En dat is een enzymatisch masker die ervoor gaat zorgen dat die als een soort magnetisch veld over je huid werkt. Waardoor die vocht waar we het net over hadden in de diepere huidlagen weer getriggerd wordt om omhoog te komen. En daardoor ga je ervoor zorgen dat je bovenste huidlaag weer heerlijk gehydrateerd wordt. Hele hoge substantie vitamine C zit erin. Nou, 1, hartstikke goed voor de weerstand en de conditie van je huid. 2, hydrateert heel sterk, juist dat wat we willen. En 3, zorgt dat er minder schraalheid is, maar ook minder roodheid in je huid. Dus stel je hebt bijvoorbeeld acneplekjes of eczeem of rosacea, dan is deze dus niet alleen in de winter heel erg geschikt, maar eigenlijk voor altijd. Omdat je hem dus heel erg aan het repareren bent en aan het hydrateren bent. Niet vocht inbrengend dus, maar het zorgt er wel voor dat jouw eigen vocht, dat jij dus met die 80% vocht die jij hebt, dat je daarmee gaat spelen om dat weer omhoog te krijgen. En zo moet je dus met producten gaan werken die ervoor zorgen dat jouw eigen huid aan het werk wordt gezet om zich te verbeteren. Nou, ik ga mijn huid eerst lekker even reinigen en dan heb ik nog een leuke tip voor een masker hoe je dat thuis dan extra kan boosten. Nou, ik zie er lekker spookachtig uit. Het prikt helemaal, het tintelt. Want ook ik heb nu last van een drogere huid. Ik merkte het ook een beetje aan de structuur. Het lijkt dan net alsof er een soort van plastic laagje over mijn huid heen zit. En dan is dit dus wel echt een must om thuis te hebben. Als het nou heel erg is met de droogte, dan kan je dus eventueel ook een heel klein drupje hier van over je nachtcreme heen doen. En 's nachts ermee slapen. Dat is een secret tip. Dat doen we eigenlijk nooit, maar dat kan wel. En dat geeft net even die extra booster. Maar dan echt alleen als het heel ernstig is. Maar het masker kan je ook nog boosten. Dus ik ga jullie heel even mee naar beneden nemen. Wat we in de praktijk wel eens doen als dat mensen zo'n droge huid hebben die uit balans is, is dat we hele mooie maskers hebben van een soort van plastic foelie met uitgesneden ogen, uitgesneden neusje, uitgesneden mond. En die kunnen we dan heel makkelijk eroverheen leggen. De meeste mensen hebben wel een soort van huishoudfolie thuis liggen. En ik dacht, ik ga niet vals spelen en zo'n vliesje meenemen. Maar ik ga het gewoon met huishoudfolie doen, zodat jullie kunnen zien hoe je dat dan moet doen. Want als je hem nu afdekt met folie, dan krijgt hij net eventjes wat extra boost onder die folie, omdat er een soort van warmte onder ontstaat. Dit dekt natuurlijk volledig af en dan met de warmte van je huid en de werking van het masker komt het net eventjes wat dieper in je huid. Dus ik ga je laten zien hoe ik dat doe. Nou, wat ik doe, ik heb hem zo op de tafel liggen. Ik knip er gewoon een stuk van af. Grapje, ik scheur hem er gewoon van af, want knippen gaat niet zoals ik wil. En wat ik dan doe is, het is natuurlijk een beetje lastig met dat huishoudfolie, want het plakt zo snel aan elkaar. Maar ik maak een gat voor mijn oog.
En voor mijn andere oog. En dit doe ik echt op gevoel hoor. Of hier mijn ogen zitten weet ik niet. Want dat zie ik dan wel weer als ik hem op heb. En dan een gat voor mijn neus. En dan mijn mond doe ik zo als ik hem op heb. Het gaat grappig uitzien. Nou, zo ziet hij eruit. Even kijken hoor. Of ik het een beetje goed ingeschat heb. Nou. Best wel, toch? Even kijken waar ze... Oh, het gaat voor mijn neus. Zat hier. Dus dat klopt niet helemaal. Maar dat doen we gewoon zo. En dan even mijn mond uit. Zo. Zo. Nou, dan druk je hem lekker aan. Normaal doe ik ook hals mee. Maar je kan je voorstellen dat als ik bezig ben met mijn huid, dan heb ik mijn hoofd ook niet op. Dus dan kan ik helemaal losgaan. Voor nu laat ik het even zo, want anders wordt het één bende. Maar dan kan je hem dus ook, kijk, hij is lang genoeg dat je hem ook lekker in je hals kan doen. Nou, wat er dan gebeurt is dat er dus een warmte ontstaat en daardoor het masker lekker dieper je huid intrekt. En dat kan gewoon met huishoudfolie. Niks spectaculairs. Oh. En dit laat je dan zo lekker 20 tot 30 minuten zitten en lekker je werking doet. Het brandt, het prikt, het fikt echt behoorlijk. Maar geloof me, het is goed voor die hydratatie. Nu gaat hij dus als een malle aan de gang met die dode huidcellen aan de bovenkant. Overigens is exfoliëren ook in deze fase heel erg belangrijk. Maar kijk uit dat je het niet te heftig doet. Want je huid zal in deze tijdse weerstand wat slechter zijn. Nou, ik ga eventjes relaxen. Ik zie jullie over 20 minuutjes terug. En dan laat ik jullie zien hoe ik mijn avondroutine afsluit. Zo, ik heb hem lekker 30 minuten laten zitten. Wat telefoontjes en mailtjes gedaan. Hoe het is helemaal koud als je het eraf haalt gedaan. Gewoon. Het is echt lekker. Nou, we gaan hem er lekker afhalen. Overigens haal je het masker niet af met cleanser, maar gewoon met sponsjes. Ja, de sponsjes weten jullie dat ik daar echt fan van ben, hè. Heeft structuur, zorgt ervoor dat de dode huidcellen meegaan. Nou, in eerste instantie zal je zien dat ik er alleen maar rooier onder vandaan kom. In plaats van minder rood. Want ik vertelde net dat hij natuurlijk ervoor zorgt dat je minder roodheid in je huid hebt. Maar dat komt natuurlijk door de werking. Dat zien jullie ook wel. Maar dat gaat straks... Komt dat weer helemaal in orde. Soms is het dus ook niet erg als er dus een beetje een masker achterblijft. Wat dan op de huid blijft. Want uiteindelijk zijn het allemaal stoffen die natuurlijk goed zijn voor de hydratatie. Nou, mijn volgende stap in de avondroutine. Kijk, jullie zien het al lekker. Hij is, ja, ik weet niet of jullie dat zien, maar hij is lekker gehydrateerd. Echt heel fijn masker. Maar ook als jij dus onrustig is, is het super fijn. Nou, dit product, de Hyaluron... Ik weet niet of jullie het zien. Ik ben bang van niet. Ik haal hem heel eventjes eruit. Die zet ik dus altijd tijdens de winter in. Als je nou voor anti-aging altijd bezig bent, dan kan je hem dus het hele jaar door inzetten. Maar voor huidjes zoals mij en tussen de 20 en 30 is het mooi om hem in de koude tijd in te zetten. Dit is de Hyaluron Filler. Dit is een serum die je voor 's avonds inzet en in extreme droge gevallen dus ook voor overdag. Het bijzondere aan deze is dat er in dit ene potje 6 verschillende Hyaluron Fillers in zitten. En die 6 verschillende die zorgen er samen voor dat het het meest gehydrateerde serum is die er op dit moment is aan Hyaluron. Hele fijne structuur. Heel dik, zoals je misschien ziet. Daarnaast is het mooie van Hyaluron is dat er 1000 maal aan eigen vocht aan zich bindt. Dus op het moment dat het in de huid komt, bindt die 1000 maal vocht aan zichzelf. Dus dat betekent dat je echt een soort van volume krijgt. Daarom wordt het ook ingezet bij anti-aging, dus bij verjongen. Omdat daardoor vul je die huid weer heel lekker op. Maar daarnaast, vocht hè, dat aan zichzelf gaat binden, gaat er natuurlijk voor zorgen dat hij weer heerlijk gehydrateerd gaat worden. En dat wat je net nu met dat masker hebt gedaan, dat vocht weer omhoog trekken, dat gaat hij nu zich helemaal aan zich binden. En daardoor is hij de komende 24 uur geweldig gehydrateerd. Dit is echt een serum waarvan ik vind dat je dit echt tijdens de winter gewoon op je plank moet hebben. Ook al gebruik je het misschien niet elke dag. Het is zo onwijs fijn. Het is wel meteen weg. Dus nu smeer ik hier en dan is hij alweer bijna weg. En dat komt omdat hij dus in de onderste huidlaag werkt. Kijk, het is gewoon al weg. Het is echt heel bijzonder. Helemaal weg.
En daarom moet je wel hierna nog je nachtcreme aanbrengen. En ik gebruik nu in de winter de Vital C. Ook weer omdat deze natuurlijk heel sterk hydrateert. Dat samen met je ochtendverzorging zijn deze twee 's avonds echt een must om in de winter aan te brengen. Ik ga deze lekker aanbrengen. En dan wil ik alleen nog heel eventjes laten zien dat ik nu echt een hele leuke aanbieding voor jullie als winterkit heb. Dus ik neem jullie zo nog heel even mee naar beneden. Ik wilde jullie nog heel even de aanbieding laten zien. Want zoals jullie weten hebben we natuurlijk de holiday kits. En is er één holiday kit die alle winterproducten bevat die ik echt een must have vind die je thuis zou moeten hebben. Laat ik het zo zeggen, niet moet, maar... Het zou heel fijn zijn als je je routine in de winter gewoon aanpast. Wat zit er in dit holiday pakket? Nou, natuurlijk dat leuke marmeren tasje. Maar goed, dat brengt je niet zo ver verder. De Ageless Cleanser zit erin. Dat is de cleanser die ik altijd als eerste gebruik. Wees wel op je hoede tijdens de winter dat je die niet iedere dag kan gebruiken. En als je nieuw bent met deze cleanser, moet je hem opbouwen. Dus begin je één keer in de week, dan twee keer in de week en ga je langzaam opbouwen. Dan zit de Hyaluron Filler erin, die ik jullie natuurlijk net liet zien. Die 1000 maal Hyaluron Filler aan zich bindt met verschillende componenten. En de Must Have Vitamine C Nachtcreme. Ik ben fan van deze kit, want het is gewoon een kitje die je voor de winter aanschaft. Het enige wat je er dus bij kan, is natuurlijk wel een reiniger die je iedere dag kan gebruiken. En natuurlijk je dagverzorging, maar dit is eigenlijk je hele avondroutine. Die is momenteel €129. Bedenk dat alleen de Hyaluron Filler, omdat die zo bijzonder is en die 6 verschillende componenten hebt, €79,50 los kost. En nu je dit hele pakket voor €129 hebt. Dus dat scheelt je letterlijk één heel product. Plus dat leuke... tasje die erin zit, helemaal leuk pakketje. Dus mocht je nog een cadeautje nodig hebben of iets cadeau krijgen tijdens de feestdagen bijvoorbeeld. Of met Sinterklaas of iets, dan is dit gewoon hartstikke leuk. Maar ook om jezelf gewoon even te verwennen in de wintertijd. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden en ik hoop dat jullie wat aan mijn tips hadden. En ik zie jullie zondag weer voor een gewone video. En anders volgende week vrijdag voor weer een leuke skin video. Mocht je nog tips hebben over een leuk onderwerp bij je, wat je voorbij wil zien komen in de skin video, laat het dan vooral weten. Zie jullie volgende keer. Bye bye! Wacht. Voordat je weggaat, nog even blijven hangen. Want ik vergeet iets heel belangrijks. Nu, momenteel, op de Instagram en de Facebook van Delia Skin Clinic. Dus let op, niet Delia Skin Master, maar Delia Skin Clinic. Loopt nu een mega leuke winactie van het pakket wat ik net aan je liet zien. Daar kan je onder de video die we gelanceerd hebben reageren. En dan doe je automatisch mee en win jij misschien aanstaande zondag het pakket. En je kan dus twee keer meedoen, zowel op Instagram als op Facebook. En anders op een van de twee pagina's. En vergeet ook niet dat jij iedere week kans maakt in een skin video om mee te doen voor het product wat wij op dat moment verloten. Dus dat betekent dat ik elke week een product in de skin video uitlicht. Maar die verloot ik ook meteen aan jullie. Dit keer dus het vitamine C masker. Dus ik breng nu de winnares in beeld die het vitamine C masker gewonnen heeft. Stuur ons even een mailtje en dan komt die zo snel mogelijk naar jou toe. En voor alle andere kijkers, doe gewoon elke keer mee. Want je verliest niks. Je hoeft alleen maar een comment hieronder achter te laten. En dan doe je automatisch mee. En kiezen we iedere week een winnares uit. Die het product die we die week uitlichten, wint. Dus je hebt niks te verliezen. Doe gewoon lekker gezellig mee. Oké, nu officieel. Zie jullie volgende week.